Allereerst de heer Klaver. Ja, voorzitter, de minister-president doet net alsof nog niet alle informatie over hoe vermogens in Nederland verdeeld zijn en wat je daaraan kan doen, alsof dat nog niet bekend is. Al in 2020 stuurde zijn staatssecretaris van Financiën zo'n 10 rapporten naar de Kamer, waarin stond op welke manier we vermogenswaarde kunnen belasten. En er is ook gretig gebruik van gemaakt, zelfs door de VVD in het verkiezingsprogramma. Alle partijen verhoogden in hun verkiezingsprogramma de last op vermogen. Allemaal, u ook. En het compromis is dat er 100 miljoen lastenverlichting in het regeerakkoord staat. Hoe bent u in vredesnaam daarop uitgekomen? De minister-president. Voorzitter, nogmaals, het is niet een doel op zichzelf om vermogenswaarde te belasten. We hebben gezegd, we willen precies in kaart brengen hoe de vermogensongelijkheid ook door de vermogensverdeling, hoe die kan bijdragen aan de ongelijkheid in Nederland. Daartoe willen we ook dat IBO afwachten. Dat komt dus. En op basis daarvan zullen we ook naar de Kamer komen en een reactie. En dat kan natuurlijk leiden tot nadere voorstellen. Maar zo is het gelopen in de coalitieonderhandelingen, voorzitter. Heer Klaver. Dit is buitengewoon vreemd. En dit is wat ik bedoel met alles moet veranderen omdat alles hetzelfde blijft. In een verkiezingscampagne wordt beloofd dat we vermogenswaarde gaan belasten. Zelfs de VVD zei dat. Al die voorstellen liggen er al. Niet van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks, maar gewoon van het kabinet. Er zijn allerlei door ambtenaren allerlei hele goede rapporten opgeleverd. En wat ik niet begrijp, en daar geeft de minister-president geen antwoord op, hoe kan het nou dat zelfs het CDA deed nog het minste? Ik had 2,7 miljard. En D66 het meeste van de coalitiepartij, 15 miljard. En het compromis is 100 miljoen lastenverlichting bij vermogen. En dan zegt de minister-president, het belasten van vermogen is geen doel op zich. Ja, dat is precies het hele probleem. Dat zou het wel moeten zijn. Als je in Nederland vermogen bezit, dan betaal je er amper belasting over. En die mensen worden dus veel rijker dan mensen die hun geld moeten verdienen gewoon met werken. Pak dat aan. En mijn vraag is, heel concreet, is daar de ruimte voor om ook als dit debat te kijken op welke wijze we vermogen toch zwaarder kunnen belasten om Nederland eerlijker te maken? Minister-president. Ja, die is er de komende maanden. En daartoe willen wij dus langs twee lijnen eigenlijk kijken naar het vraagstuk van vermogens. Eén is beleidsmatig, hoe kijken wij met elkaar aan tegen die vermogensverdeling? En ten tweede, hoe wordt gekeken naar de vraag of een maatstaf voor vermogensverdeling een rol moet spelen bij de besluitvorming waar het betreft het belastingstelsel als geheel? Nou, dat IBO komt voor de zomer beschikbaar, dus dat geeft ons alle ruimte om daar ook in de aanloop naar volgende begrotingen, als er noodzaak is om hier naar te kijken, daar ook besluiten over te nemen. Heer Klaver. Dus daar kunnen we echt met elkaar naar kijken weer. Heer Klaver. Voorzitter, 12 jaar premier. En hij leest voor de derde keer het antwoord voor van zijn briefje. Zo ken ik hem niet. Echt niet. Vanochtend begonnen we door te zeggen, aan de AOW gaat vandaag niks veranderen. Jeugdzorg, schrijf het maar op je buik, gaat vandaag niks aan veranderen. En ook als het gaat op mijn vraag, kunnen we vandaag nou wel eens kijken op basis van inhoud, op wat we vinden, zowel inhoudelijk als ideologisch, wat we daaraan gaan doen. Even wachten, komt komend jaar wel als de beleidsdoorlichtingen komen. Die liggen er allemaal al. Allang. En daar zouden we nu met elkaar het debat over moeten voeren. Ik zeg, ik vind die grote vermogensongelijkheid in Nederland ongewenst. Mm-hmm. Wat is de opvatting van dit kabinet over die vermogensongelijkheid? Dank u wel. Nogmaals, daar hebben wij dus in onze onderhandelingen over gesproken met de vier partijen. Daarvan is eigenlijk vastgesteld dat we moeilijk precies nu in kaart kunnen brengen hoe dat beleidsmatig moet worden gewogen. Daar heeft de heer Klaver duidelijk al uitgeharder positie in dan de vier onderhandelende partijen. Dat is even los van de verkiezingsprogramma's, want dat is natuurlijk ook de vraag hoe je in de verkiezingsprogramma's uiteindelijk komt tot de financiering van je plannen. De vraag is nu een andere van de heer Klaver. De vraag van de heer Klaver is, hoe kijk je meer beleidsmatig aan tegen het vraagstuk van de vermogensverdeling? En zou die vermogensverdeling wel of niet een maatstaf moeten zijn? Ja, het spijt me dat ik dat herhaal. Dat is niet omdat ik niet denk dat de heer Klaver mij gehoord heeft, maar om eerlijk antwoord te geven op zijn vraag, hoe hebben we met elkaar gewoon ook in die gesprekken aan de financiële zijtafels, aan de hoofdtafel gesproken over dit soort vraagstukken? Heer Klaver. Voorzitter, het eerlijke antwoord is dat er niks gebeurt aan het belasten van vermogens. En als je nu anno 2022 nog geen opvatting hebt over de vermogensongelijkheid in Nederland, onder welke steen heb je dan de afgelopen 10 jaar geleefd? Als we weten dat die vermogensongelijkheid de grootste aanjager is van de ongelijkheid in dit land. Als we weten dat daardoor de achterstanden steeds verder toenemen, ook van kinderen in het onderwijs. En dan kom je hier en dan zeg je, ja, dat moeten we nog wat verder uitklaren. Ik vind het niet geloofwaardig.
De minister-president, Alle beleidsrapporten liggen er al om die vermogensverdeling eerlijker te maken. Het gaat over welke morele opvatting heb je hierover. En wat ik zie, is dat het kabinet hier gewoon geen keuze in heeft gemaakt. En daarmee wordt kapitaal niet aangepakt. Sterker nog, met 100 miljoen wordt het minder belast. Ik vind het echt onbeschrijfelijk. De minister-president. Voorzitter, ik vind dat de heer Klaver nu een beetje te groot maakt, want ik respecteer zijn opvatting hierover. Ik schets ook voor de coalitiepartijen geldt. En dat gesprek moeten we dan gewoon verder voortzetten. En dan wil ik ook weten waar Klaver naar denkt. En ik kan natuurlijk zijn programma lezen, maar dat vind ik dan ook onderdeel van de discussie die wellicht ook dan met de bewindslieden van Financiën en de staatssecretaris Fiscaliteit verder gevoerd kan worden. Namelijk, even los van het feit dat je belastingen heft om geld op te halen voor maatschappelijke doelen, is er natuurlijk ook rondom die belastingheffing zijn er beleidsmatige aspecten die je onder ogen hebt te zien. Bijvoorbeeld dat lasten op arbeid minder handig zijn. Hè, en als je het op een andere manier belasting kunt heffen, dat soms ook voor de economie beter is. Ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom er in een aantal programma's, ook in van mijn partij, maar ook van andere partijen, wel degelijk ruimte was voor het verhogen van de belastingen op vermogens. Maar wel altijd in combinatie natuurlijk ook met dan vaak veel forsere lastenverlichtingen dan nu mogelijk is, ook vanwege het hele financiële pakket wat hier ligt, op andere belastingtitels. Wat de heer Klaver doet, die zegt, en meer vanuit een ideologisch oogpunt, ik vind de vermogensongelijkheid ook als zodanig een punt om naar te kijken. Nou, dat kan zo zijn en misschien heeft hij daar ook een punt. Ik vind op zich oprecht interessant om te kijken hoe ook de adviseurs naar ons zeggen hoe we beleidsmatig daar zouden moeten kijken. De discussie hier in het verleden is altijd gegaan over de inkomensongelijkheid. Daar ging de discussie over. De klassieke discussie, in mijn periode in de politiek, voor 2002 misschien anders, maar sinds ik actief in de politiek ben, is de discussie over inkomensongelijkheid is de grote vraag. Het verkleinen van de Gini-coëfficiënt, kijk naar de strijd bij de start van het tweede kabinet waar ik leiding aan mocht geven. Het ging allemaal over inkomensongelijkheid en niet over vermogensongelijkheid. Dat is de laatste jaren relevanter geworden, ben ik met de heer Klaver eens. Maar ik denk dat het zinnig is om ons op basis van een zorgvuldige weging van alle factoren daar later dit jaar naar te kijken. Ja. De heer Klaver. Dit is toch een potje bluffpoker? Ongelooflijk. Dit is echt, dat je dit echt met droge ogen hier, notabene tegen mij, durft te zeggen dat het hier niet over vermogensongelijkheid is gegaan. Ik was het zelf die als eerste Piketty in Nederland hier in het Nederlandse parlement uitnodigde. Dat weet ik al. Ja. Om het te hebben over vermogensongelijkheid. Het is hier voortdurend ieder jaar daarover gegaan. Het was mijn fractie, collega Snels, die juist die rapporten opvroeg bij die ambtenaren. Hoe zit het eigenlijk met die vermogensongelijkheid? En hoe kunnen we dat tegengaan? En een politiek debat, voorzitter, moet niet gaan over het uitstel. Daar gaan we het later over hebben. Daar gaan we een gesprek over voeren. Dat gesprek wordt democratisch in deze zaal gevoerd. Zo is het. Laten we maar beginnen dan over box 2. En hoeveel miljarden daarin zitten. Voor zeg 400.000 ondernemers. Geld wat niet wordt belast. Wat vindt u daarvan? Wat is uw opvatting? In plaats van te verwijzen naar technische oplossingen die door ambtenaren worden aangedragen. De ambtenaren in dit land zijn fantastisch. Ja. Maar dan moet je eerst een politieke keuze maken in wat we gewenst vinden. En vervolgens kan je kijken naar dan de uitwerking en maatregelen. En daar hoor ik deze premier niks over zeggen. En alsjeblieft, kom me niet beaan dat het de afgelopen jaren alleen maar over inkomensongelijkheid is gegaan. Als u dat echt denkt, is het of u bluft, of het is heel veelzeggend over u de afgelopen jaren onder wat voor steen u heeft geleefd. Hey, voorzitter, ik weet dat de heer Klaver natuurlijk zeer geprofileerd is op dit onderwerp. Ik had het meer even over de rest van de Kamer. Want ik herinner me niet dat we hier nou zulke uitgebreide discussies hebben gehad over wel over inkomensverschillen, maar niet over de vermogensongelijkheid. En Piketty, ik ben niet verder gekomen dan de verkorte versie. Het was nog een heel dik boek, maar dat was ook een soort dunnere samenvatting die ik wat behapbaarder vond. Ik heb het allemaal doorgelezen, maar ik heb er ook wel mijn opvattingen over. En ik heb altijd positie gehad, voor de discussies die wij, maar daar moet ik over spreken, niet over mezelf, die wij hebben gehad, is dat je een belastingstelsel wilt hebben wat ervoor zorgt dat er meer ruimte komt voor de middengroepen in de bestedingsruimte die zij hebben in hun inkomstenbelasting vooral. Dat doen wij door een belangrijke mate een verhoging van de arbeidskorting. Zodat er meer ruimte komt voor de middengroepen en de mensen met een wat hoger, lager inkomen. Maar ook gezinnen. Daar hebben we vreselijk hard aan gewerkt. Daarnaast is het zo dat vinden dat bij het ophalen van belastingen heel belangrijk is wat het betekent voor je concurrentiepositie als land. Voor box 2 zijn hele goede argumenten waarom box 2 er is.
Het is niet zo dat box 2 per definitie slecht is, omdat er maar 400.000 mensen gebruik van maken. Dat zijn wel in heel veel gevallen ondernemers die via box 2 in staat zijn om ook weer terug te investeren in hun ondernemingen. Daarom is box 2 er. Ja, de heer Klaver kan lachen, maar hij was ook tegen de grote bedrijven hier. Dus misschien dat hij dat niet zo belangrijk vindt. Maar ik vind dat wel heel belangrijk. Dat er in Nederland bedrijven zijn die ondernemen, die ook terug investeren in de economie. Dat heb je allemaal in samenhang met elkaar te bezien. En als je praat over de vragen over de vermogensongelijkheid, dan moet je dat in die samenhang bekijken. Hij stelt mij die vraag over box 2. Ik verdedig box 2. En ik denk ook dat er op box 2 best nog dingen te bedenken zijn die we moeten verbeteren. En ook de arbitrage tussen box 2 en de rest van het belastingstelsel. Ook daar zie ik risico's. Die zie ik ook met de heer Klaver. De heer Klaver. Hij zette dat net bij het groot vel, denk ik. De heer Klaver. Voorzitter, ik vraag naar wat is zijn opvatting. Hij zegt, ik heb Piketty gelezen. Hartstikke mooi. Ja, ook de verkorte versie. Prima. Wat is dan je opvatting over zijn belangrijkste statement wat hij daar maakt, of wat hij daar bewijst? Dat kapitaal altijd harder groeit dan inkomen. En dat we er goed aan doen om kapitaal zwaarder te belasten, zodat we juist die middeninkomens lagere belastingen kunnen geven. En als het gaat over box 2, uw ambtenaren hebben al lang uitgezocht hoe het daarmee zit. Het geld gaat niet uit die BV's, het blijft er zitten. Het wordt juist niet geïnvesteerd. Dat is niet iets wat we nog opnieuw moeten uitzoeken. Dat weten we al heel lang. En weet je waarom? Omdat u een fantastische staatssecretaris had die dit al heeft laten uitzoeken. Maar de vraag is, wat doet u met dat rapport? En wat me echt... Neem ons alsjeblieft serieus. En probeer hier niet ons weg te bluffen met informatie. Via de voorzitter, meneer. Voorzitter, ja. Via u, neem de boel hier serieus. Probeer ons niet weg te bluffen met rapporten die ooit nog komen. Alles waar u het over heeft, ik heb ze allemaal gelezen. Waarom? Omdat vermogensongelijkheid in ons land een ontzettend groot probleem is. Waarom? Omdat de politiek door de kabinetten waar u leiding aan heeft gegeven te weinig aandacht aan hebben besteed. En waarom? Je moet in de techniek zitten om juist al dit soort onderwerpen aan mee te pakken. En als we box 2 zwaarder zouden belasten, dan zouden we al die middeninkomens in Nederland, zouden we voor kunnen zorgen dat ze meer geld overhouden. Als we tweede en derde huiseigenaren zwaarder zouden belasten, dan komen er meer huizen beschikbaar op de arbeidsmarkt of op de woningmarkt voor al die mensen die nu geen huis hebben. Keuzes die u niet maakt, die u wel zou moeten maken. En u moet zich niet verschuilen achter rapporten die nog gaan komen. Ja, voorzitter, ik hoop dat de heer Klaver snapt dat ik geen lid geworden van GroenLinks. En ik snap nu ook weer waarom. Ik ben het hier niet mee eens. Ik vind dit echt te kort door de bocht. Ja, ik ben het met hem eens dat er verder ruimte er is om inkomen voor middengroepen en de hogere lagere inkomens verder te verlagen. Dat is altijd goed nieuws. En als wij later dit jaar op basis van een analyse van de vermogensverschillen zouden vaststellen met elkaar dat er een mogelijkheid is van belastingschuif van vermogensbelasting naar inkomstenbelasting of omgekeerd van inkomstenbelasting naar vermogensbelasting, dan ben ik het op zichzelf dat met hem eens. Maar het gemak waarmee hij hier heel box 2 eigenlijk bij het groot vel zit en zegt dat werkt niet, daar ben ik het fundamenteel niet mee eens. Box 2 heeft ons in de afgelopen jaren enorm geholpen om juist wel ervoor te zorgen dat ondernemers in staat zijn om en ook zelf een redelijk inkomen te verdienen, maar ook te kunnen blijven terug investeren in hun ondernemingen. Er zijn ook risico's. De arbitrage tussen box 2 en de VPB, het lage en het hoge VPB-tarief. Dat zie ik ook allemaal. Dus daar moeten we ook nog natuurlijk nader met elkaar voor spreken. Het is niet voor niks dat we op de VPB een miljard extra heffen in deze kabinetsperiode. Al in het coalitieakkoord. Dus dat doen we ook allemaal. Maar de sweeping gedachte van box 2 weg en alles naar de inkomstenbelasting. En ik vrees dat er dan een deel daarvan, zeg ik ook nog maar even wat politieke in de richting van de heer Klaver in zijn politieke dingen, wat ik alleen maar zo respecteren, maar het niet mee eens ben, gaat naar verdere consumptieve uitgaven van de overheid. Ik zou daar heel erg voorzichtig mee zijn. De heer Klaver, laatste vraag. Voorzitter, dit is echt, echt ongegeneerd. Het spijt me wel. Ik heb hier een stapel, want u wil zo graag op basis van informatie van uw ambtenaren debatteren. Rapport, belasten van vermogen, 1 mei 2020. Ik zou het graag via de bode, voorzitter, via u aan de minister-president willen geven. Ik heb er ook alvast, want ik weet dat hij had het net over het boek van Piketty was zo dik, dus ik heb alvast een paar leeswijzertjes ertussen gedaan. Bijvoorbeeld op pagina 9 kunt u precies zien wat de vermogensverdeling in Nederland is. Het is fantastisch in kaart gebracht. Ik weet niet of ik eerder uw ambtenaren daarvoor complimenten heb gegeven. Maar bij deze, ik zou deze ook alvast willen geven. Dan hebben we hier nog bouwstenen voor een beter belastingstelsel. Het syntheserapport. Mm-hmm. Eigenlijk ook vrij recent. Figuur 5.1 is absoluut de moeite waard. Voor de goede orde, voorzitter, is niet van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks, maar van het ministerie van Financiën. Ook deze zou ik graag via u, voorzitter, aan de minister-president willen geven. En dan heb ik hier nog een, ja, het belasten van inkomen uit aanmerkelijk belang. Dat is dus box 2. Dat is ook een vrij
lijvig rapport. Ook dat is van mei 2020, vrij recent. Alle nieuwe inzichten staan er eigenlijk in. Met alle, ook alle beleidsvoorstellen, eigenlijk wat er problematisch aan is, welke beleidsvoorstellen er zijn, hoe je dat zou kunnen aanpassen. En ik zou hier eigenlijk wel een appreciatie van willen, van de minister-president. Want voorzitter, het punt wat ik hiermee maak, door deze stukken te geven, is denk dat hij ermee wegkomt. Door tegen de Tweede Kamer te zeggen, we gaan het nog uitzoeken en we gaan het er nog even over hebben. Het is uitgezocht. In opdracht van u. En daarom wil ik, voorzitter, nog dit debat graag een appreciatie van de punten die ik zojuist heb genoemd van deze rapporten. En op welke wijze de minister-president denkt dat we hiermee verder kunnen werken. De minister-president. Nou, voorzitter, mijn voorstel zal praktischer zijn. In april komt dat IBO uit van Lange van Geest. Dat is ook een moment, denk ik, dat we met elkaar dat gesprek daarover verder moeten voeren. Ik wil, als de heer Klaver dat wil, best in twee termijn ook nog een paar dingen over deze rapporten zeggen. Maar het gaat mij niet lukken om dat allemaal in detail door te nemen. Maar ik vind het heel reëel om die discussie met elkaar hier te voeren. En dat doen we dus ook zeer binnenkort, wat mij betreft. Tot slot. Voorzitter, dit is dus het fundament. De minister-president die zegt zojuist, ik heb nu niet de tijd om dit in detail door te nemen. Niet vandaag sta je te praten, dus dat wordt lastig. Ja, weet je wat het probleem is? U had het al lang door moeten nemen. Dus u staat hier te beweren dat de informatie er niet is. En die informatie is er wel. U heeft er geen kennis van genomen. U trekt een grote broek aan hier in de Kamer door allerlei karikaturen op te plakken over wat wij al dan niet met dat vermogen zouden willen doen en Nederland helemaal stuk willen belasten. Dat is onzin. We hebben wel de moeite genomen om die rapporten te lezen. En daarom zou ik graag willen dat u de Kamer echt op een andere manier hier aanspreekt. Niet zoveel maanden te zeggen, wacht nou even tot die informatie er is. Die informatie is er. Ik constateer dat u deze rapporten niet heeft gelezen. Dat betekent dat een inhoudelijk debat hierover vandaag dus blijkbaar niet mogelijk is. Dat is jammer, dan moet het op een ander moment. Maar dat is wat er aan de hand is. Niet de Kamer weet niet waar het over gaat. U weet niet waar het over gaat. De minister-president en dan de heer Segers. Misverstand tussen mij en de heer Klaver. Ik heb natuurlijk niet het indruk gewekt dat er in de afgelopen 15 jaar nooit iets gezegd zou zijn, geschreven zou zijn of ambtelijk gepubliceerd zou zijn over vermogensverdeling.